Wat? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede middag. Oh, volgens mij is mijn deur niet meer dicht. Dat is vaak, hè? De achterklep, maar daar ben ik toch niet in geweest. Dat is vreemd. Kijk. Zo. Zoals je kunt zien is het tijd voor een bezoekje aan de kapper. Om te gaan rijden, dus we doen het zo eventjes. Ik sta nou toch stil. Genetelijk lekker op de bank. Ik mag donderdag weer of vrijdag weer gaan werken. Maar voordat ik weer ga beginnen, ga ik wel eventjes langs de kapper. Even fris, even bijwerken. Dus we gaan eerst naar de kapper en daarna gaan we eventjes de accu's van de motoren eruit halen, want die zijn ook helemaal leeg. En als het dan weer lekker weer is, zul je zien, zijn die accu's leeg. En dan starten ze niet. Nou ja, je kan het altijd aanduwen, maar dat is een beetje lastig met z'n tweeën. Dus ja, dat gaan we doen. Zo. De accu's eruit halen is er niet meer van gekomen. Want ik heb gewoon weer anderhalf uur zitten wachten bij de kapper. Hij moet er wat voor over hebben. Oh. Ik hoor iemand huilen. Hey, wat is er aan de hand, baby? Hè? Wat is er aan de hand? Niks. Waarom schreeuwt ons mannetje zo? Ik wil eten, maar ik moet eerst even plassen. Oké. Leuk jaar, Poppy. Ben je er klaar mee? Ja. Ik had liever een kusje gehad. Krijg ik zo. Hey. Hey, Trolly. Ja. Rentje komt ook even kijken. Hey, Pik. Ben je honger of zo? Nee. Hoe is eten maken dan? Eten staat al klaar. Oké. Okay. Nou, dan gaan we jou eventjes eten geven. Ja, ik doe mijn jas uit. Het is een plaatselijke mistbank. Nee, ik ben hamburgers aan het grillen. Maar, ja. Doet hij het niet. Hij heeft er gelijk geen zin meer in. Hoezo, wat is gebeurd? Hij heeft net gespuugd. Hij denkt, kijk het maar. Ik doe het niet meer mee. Ik doe het niet meer mee. Maar die blik van hem ook, hè? Ja, denk jij, ik kan er geen stoppen. Die werkt gewoon niet mee. Oké, nou ja. Ik vind wel eventjes iedereen die dus ons volgt. En iedereen die ook misschien net ouders zijn geworden. Of juist al heel lang ouder zijn. En bon voor ervaring. Of mensen die gewoon helemaal nooit kinderen hebben gekregen, maar wel heel veel ervaring hebben. Dat kan natuurlijk ook. Sinds een paar dagen, een dag of twee, is zijn relatie ten opzichte van de fles een beetje veranderd. Een beetje wispelturig. Ja, een beetje wispelturig. Nou, gisteren ook, jongen. Echt, dan heeft hij ontzettend honger. Dus dan ligt hij. Nou, dan geef je die fles en dan is het gelijk al. Nou, en dan gaat hij als een malle tekeer. En dan ineens. Dus je drinkt zo. Oh,
Ik snap er helemaal niks van. Ik kan niet blijven. Ja, echt gewoon. Hij kan ook echt zo kijken. Heb een ruzie met die fles, ja, maar. Waarom praat je over mij? Hallo. Ik vind het gewoon niet normaal. Dat jullie over mij praten. Met een bekje ook gewoon. Kijk, en als je dus niet wil. Dan doet hij gewoon niks. Ja, dat is wel vreemd eigenlijk, want ja, hij heeft wel ontzettend honger dan. En dan begint hij eraan, maar ja, dan doet hij wel ineens heel vreemd. Ja, dan doet hij. Of hij drinkt ineens een stuk minder en dan moeten we echt in delen. En dan na anderhalf uur of zo, dan krijgt hij ineens honger. Ja, snap ik. Dus ja. Comments down below. Ja, graag. Graag. Een hele goede morgen. We gaan linksaf naar. Wij zijn onderweg naar de. Naar de Loosdrijnse Hoofdstraat. Naar de Kampenoerderstraat voor het consultatiebureau. We willen daar eventjes binnenlopen, omdat we eigenlijk niet meer kunnen wegen hoe zwaar Jesse Silver nu is op dit moment. Nee, ze gaan hem ook niet wegen als ze thuis komen. Dus beetje. Nee, ze nemen dan niet iets mee. Dus we gaan even naar het Indo. En ja, hopelijk kunnen we dan even zien of we op de juiste voet bezig zijn. Zeg de nappie, links of links? Oh. Ik denk naar links. Ik kan niet alles tegelijk. Ga linksaf. Zo, hier. Weer linksaf. Ik ben vandaag. Nu, we gaan eens even ga kijken. Linksaf naar Elkebeugstraat. Ik ben vandaag verkleed als Johnny Bravo. Ja. Elvis, Johnny Bravo. Het zat net wel op plat, hè? Mama. Ga linksaf naar Elkebeugstraat. Maar het waait heel hard. Dus, ja, het waait echt heel hard. Ik kwam buiten en het was gelijk. Ja, doe jij deze even op mijn stuur? Ik doe deze even op mijn stuur. Ja, grote jongen. Daar zijn we weer. Zo. Net terug van het consultatiebureau. Het is een grote jongen. Gewoon bijna die spiegels erop. Oeps. Bijna is net niet, hè? En hij is nu 4 kilo en 800 gram ongeveer. Ja. Dus ja, dat op zich ja, prima. Er is niks op aan te merken. Hij zit, ja, het is een grote jongen. Dat is het. We hadden nog wat vragen wat betreft de flesjes, omdat we een beetje onzeker waren over dat hij de ene keer 120 in één keer leeg drinkt en de andere keer laat hij 7, bij 70 knokt hij ermee. Maar ja, eigenlijk doen we het hartstikke prima. Het zou niet goed zijn als hij nu 8 keer 120 al drinkt. En wat ik eigenlijk wel fijn vond is dat ze nu ook aangaven van laat hem maar. Ja. Aangeven. Nou ja, en plus maken we dus die 120, maar dat is eigenlijk 135 voeding. Ja. Omdat er natuurlijk ook nog de poeder bij zit. Ja. Precies. Dus heeft hij eigenlijk misschien zelfs een beetje te veel op. Net niet, maar als in, ja. Als hij dus nou ja, weer niet dus. Als hij niet 8 keer 100 nee, maar neemt. Als hij die ene van 120 dan ineens opdrinkt, dan kan hij daar wel buikkrampen van krijgen. Dat misschien ja, een beetje te veel is in één keer die hoeveelheid. Ja. Over de hele dag pakt hij gewoon goed inderdaad. Omdat we ook wel eens wat weggooien, dan laat hij het echt staan. Ja, dus eigenlijk doen we het gewoon hartstikke goed. Maar al die onzekerheden. Ja. Tot een avondje ook, ik was helemaal blij mee. Ja, ze heeft nog even in het mondje gekeken. Hij heeft gewoon een leesteken op zijn buik. Een leesteken op zijn buik? Ja. Wat bedoel je? Een aapstaartje. Een aapstaartje. Ja. Inderdaad. Ja, die zag er helemaal goed uit. Dus ook dat hebben we goed gedaan door de luier om te slaan. Dat dat niet echt afsluit, zeg maar, van de navel. Dus wij zijn goed bezig. Ja. Ja. Ja.
Ik ben trots op jou. Ik ook op jou. Nou. Doe het goed. Doe het gewoon goed. En Jesse ook. Oh, zo. Dus dat moeten we wel eventjes vieren. Nog eventjes. Ja. Toch? Precies. Dus we gaan lunchen bij de Haagse Beek. Want ik snak al de hele tijd na mijn bevalling naar een broodje carpaccio. Ja, maar volgens mij hebben ze die van de kaart gehaald. Helemaal niet. Helemaal niet. Volgens mij staat die niet op de kaart, hoor. Dat kan niet. Een nieuwe kaart voor het nieuwe jaar. Helemaal niet. En carpaccio is helemaal uit. Dat is helemaal, het is gewoon zo 2001. Nee. Dus ze hebben nu alleen nog maar tonijn carpaccio en zalm carpaccio. Heel veel vis. Vis is echt gewoon het 2019, zeg maar. Ik wil me zo hard naaien gewoon. Dat is waar. Nog even geduld, schat. Nee, maar ze hebben bij de Haagse Beek, daar hebben ze gewoon hele lekkere carpaccio op zo'n triangel brood. Dus het is een beetje hard. En dan met sla. En ik kies dan altijd voor pesto. Zo'n driehoekje. Ja, zo'n driehoek. Die zijn lekker. Die is lekker. Ja. En het is ook altijd wel van, ik vind die gewoon heel lekker. Dus als je ergens anders dan een broodje carpaccio neemt, dan heb je dus ook kans dat het wel een beetje tegenvalt. Dus we gaan even naar de Haagse Beek. Haagse Beek. Hoi Haagse Beek. Zijn we weer. Drinken, mannetje. Zo. Kleine schapen met van de vang. Wat? Recht in mijn bakken. Die veren, je moet me niet zo laten schrikken. Ja, maar... Fucking hell. Ik hoor... Dus ik hoor, hij is nog aan het poepen. Ja? Dus ik denk, oké, ben je klaar? Ik kijk. Recht in mijn haar. In mijn haar. Dit is de was. Life with boys. Maar... mama, ga weer douchen. Mijn mama die snapt niet als ik in de keuken sta en ik hoor... Heel mijn shirt is nat. Vind je dat leuk, Jess? Maar echt... Ben je nou weer... Recht in mijn bakken, hè? Oh, kijk dan. Heb je nou weer zo'n tevreden gevoel dat je denkt van yes, dat was weer raak. Oh, kijk dan. Nou ja, goed. Ik ga verder met mijn pastijtjes. Ja, lekker. Ik ga weer even douchen. Net mijn haar gedaan. Je hebt net alles gewassen gewoon, hè? En gesteld. En gesteld. Ah ja, dan laat je het er gewoon zo. Ja, joh. Beetje moisturizer. Is goed voor volume. Misschien iets te veel volume. Goedenavond. Good morning, afternoon, or evening. My name is Sergio. What's up? Wij zijn onderweg naar sushi. Ja. Want Sergio die wil heel graag sushi. Oh. Heel lang. De sushi wil ook vooral mij. En aangezien we nu toch al een paar keer naar buiten zijn geweest met Jesse Silver, vonden we het wel een goed moment om lekker naar buiten te gaan. Want afslag gemist. Kut. Doe maar even navigatie aan, want ik moet even terug. Ik zei geen... Aangezien Sergio weer bijna moet gaan beginnen met werken, dus zijn verlof erop zit, dachten we gaan we lekker vieren bij de sushi. En ook omdat we eigenlijk vanaf maandag weer willen beginnen om een beetje gezond te gaan doen.
want die zwangerschapskilo's die moeten eraf. Ja, dat is wel nodig, ja. Bij mij, tenminste. Ja, nou, bij mij ook. Because I'm not liking my body at all. Dus, ja. In ieder geval gezond eten kunnen we natuurlijk al mee beginnen. Het trainen kunnen we langzaamaan opbouwen. Ik zag wel dat het nog even duurt voordat de buikspieren weer op zijn plek zitten. Vooral de rechterbuikspieren, die hebben echt even de tijd nodig. Ongeveer 6 weken voordat je die weer mag gaan trainen. Ik ben heel erg benieuwd als daar mensen zijn die ook hebben getraind na de zwangerschap. Hoe snel ze dat dan hebben gedaan en hoe ze dat hebben gedaan. En of het gewerkt heeft natuurlijk. Alle tips zijn welkom. Maar het is nu nog even geniet. Wat vind je ervan zo, het eten met de kleine? Prima. Het is alleen een beetje onrustig. Ja, het is wel gek hoor. Hij krijgt nog steeds de boeren bij elkaar. Dus, Oh, nou niet heel eng. Dat is goed. Dat is eng, hè? That's a demon inside. Het waait hard, dus we gaan snel naar binnen. Maar ik ga vandaag weer het een en ander op armbij laten zetten. Onder andere Jesse zijn naam. En we zijn bij... Ja, dat is. Supercool. Doe ik dat goed? Ja, dat doe ik goed. Hola. Vissershavenweg 65 in Scheveningen. Het is een eind omhoog. Let's go! Ja, dit is echt fucking vet. What up? How are you doing, man? Oh, with you? Yeah, good. Nice. Thanks. Have a seat. Thank you. This is Mircea, guys. Hey, guys. He's the artist tattoo to go to. Nice. How are you doing? I'm good. Great, man. Nice. Nou ja, voordat je dus getatoeëerd wordt, moet je meestal een formuliertje invullen. Dat heb ik gedaan. Handtekeningetje. Dat is wel handig natuurlijk. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. So you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to get deze staan erop. Ze zijn droog en ik denk dat we wel kunnen beginnen. Ja, nu gaat het allemaal prima. Het is wel zo na een paar uur zo met die arm zo te hebben gelegen. Dan krijg ik een stijve arm. Maar ja, ik heb wel weer zin in. Het is lang geleden. Ja, we ready? Spring stuff. Well, you did the last one, the heart. Okay. We did the heart and the kiss on my chest was last year. Okay, yeah. I but forgot, the big pieces was a couple of years ago. So let's see how good it feels now. Yeah.
So I'm gonna take a nap now. I wake you up with my face. And I wake up with 300 stars in my face. Yeah. You heard about the girl in Belgium? Yeah. With the stars, huh? Yeah. Crazy. But I think it's, it's a hoax. It's not possible. 100%. You cannot do like, how many were they? 52 stars in the face? They say. And not wake up. Yeah. Ja, de eerste twee staan erop. Awesome. That looks very cool. So, we are done for today. Sometimes I hate this camera. It's like, it doesn't want to focus. Nou, hij heeft er geen zin in. We doen zo meteen thuis wel eventjes opnieuw. We gaan lekker naar huis. Weer als thuis, lekker gedoucht. En vrouwtje op de bank met mijn zoon. Lekker drinken. En hoop dat hij nu wel focust. Dat is echt mooi, hè? Dat is Jesse Silver. Oh, de olifa nog. En Cupido. Mooi hoor. Echt heel tof. Ja, dat heeft Mercea weer mooi gedaan. Ja, vind ik wel. Ja, toch? Nou, over 2 weken mag ik terug. En dan gaan we de rest invullen en afmaken. En ik heb nog een aantal leuke ideetjes. En dat allemaal omdat ik dat van deze lieve meisje van mij heb gehad. Voor mijn verjaardag. De komende 3 jaar. Dankjewel, baby. Mwah. Vond je dit weer een leuke vlog? Duimpje omhoog. Duimpje. Nu, even duimpje. Heb je dat gedaan? Even duimpje, dankjewel. Weer omhoog. Abonneren. En... belletje drukken. Belletje drukken. Ik begin eens een duimpje omhoog te doen. Hier. Oh, zijn duimpje. En duimpje omhoog. En focus. Ja. Zien we jullie de volgende keer? Ja, want abonneren hadden we gezegd. Ja. Belletje aanzet ook. Dus tot de volgende keer. Thank you. Ciao. 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 With you, no, the world won't break me.